Laten we eens kijken of we nog met te blijven valt. Dit is wel extreem. En ik denk vooral dat het is omdat het Koen is en dat Koen het zelf gemaakt heeft. En dat het inderdaad materiaal is wat niemand ooit gezien heeft. Filmen is macht. Tussen de instellingen door moet de set worden omgebouwd of veranderd of aangepast. En al die verloren tijd kun je je kapot vervelen of je neemt je videocamera's mee naar de set en je kijkt eens uit je doppen wat er zo allemaal gebeurt. Als je ook het filmpje ziet, het laatste shot, dat is uit 97 en dat is net een maand of 10 voordat hij gestorven is. En nou is het alweer maart 97, 2 jaar nadat de film uitkwam. Het was geweldig om eraan te werken, maar het was wel de laatste keer denk ik, qua film. Maar of de familie ook voorgoed verdwenen is, dat weet je nooit met zoveel. Misschien tot ziens. Hoi.